Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Ja, er is weer gewonnen in de Goffert. Heerenveen werd verslagen met 2-0. Nou klinkt dat groter dan dat de wedstrijd eigenlijk was, want het ging wel een beetje moeizaam. Maar ja, weer gewonnen. Nee, zeker. Ja, precies zoals je het zegt. Lekkere overwinning. Gewoon prima tegenstander ook Heerenveen. Goed aan de bal. Dus je moet er ook voor vechten. Dat hebben we uiteindelijk gedaan en uiteindelijk zijn we boven gekomen en hebben gewonnen. Ja, want het ging wel moeizaam, hè? Zeker de eerste helft. Ja, stroperig denk ik van beide kanten. Een beetje gezapig soms ook had ik het idee. Hè? De echte agressie in alle onderdelen van het voetbal ontbrak wat mij betreft wel een beetje. Zonder dat we nou ook echt in de problemen zijn gekomen. En ik denk, na rust dat we daar wel een tandje scherper waren en wat agressiever waren in alle onderdelen. En dan maak je op de goede moment de goals. Ja, want je beslist de wedstrijd binnen 5 minuten. Ja, binnen 120 seconden volgens mij. En kijk, de eerste die hing een beetje in de lucht met de cornerballen. Hadden we al 2 eerder momenten met Koki. Ja, die maakt hij dan nu goed af. Ja, en daarna speel je gewoon een goede aanval en is 2-0. En dan voel je wel dat het dat binnen is. We stonden in het begin niet goed. We kregen niet goed druk erop. Zij kwamen er voetballend in de eerste fase van de wedstrijd best goed uit. En dan zie je dat, dan word je een beetje teruggedrongen. En dat zijn we niet helemaal gewend. Ook niet hoe wij willen spelen en dat deden wij niet goed. Daarna in de tweede fase van de eerste helft hebben we dat iets omgezet. En dan zie je dat je iets meer balans erin krijgt. En dan kom je weer in je eigen spel. En dat in de tweede helft hebben we dat denk ik wel voortgezet. En dan helpen die 2 goals ook wel. En dan aan het begin van de wedstrijd was er nog even een huldigingetje. Want Bram Nuitink heeft meer dan 100 wedstrijden gespeeld voor NEC. Ja, dankjewel. Ja, klopt. Ja, mooie mijlpaal ook. 100 wedstrijden. Supermooi. Maar nog belangrijker overwinning vandaag. En wat voor een bijzonder seizoen maak je dan mee met je eigen clubje een beetje zo? Ja, bizar hè. Echt, je praat er met veel jongens over, fans, familie, vrienden. Het is bizar wat we aan het doen zijn, omdat we gewoon echt leuk voetbal spelen. En we winnen veel wedstrijden, we scoren makkelijk. Het staat gewoon echt goed hè. En dat zie je in de competitie. Je ziet het ook in de beker, dat je die finale haalt. Dat is echt gewoon fantastisch. En, het is hartstikke mooi, maar je hebt nog niks. En dat moeten we ook wel beseffen, dat we echt gigantisch goed bezig zijn. Maar we moeten wel stappen blijven maken. En dat willen we ook. En we zijn heel gretig. En dat vind ik wel echt mooi om te zien. Knip je dan vanavond nog een keer met je ogen op teletext? Of? Nee, ja, tuurlijk is dit ook wel of uniek. Maar doen we het gewoon hartstikke goed. En daar moeten we ook van genieten. Aan de andere kant, we hebben 2 routes die ons eventueel naar Europa kunnen leiden. Daar gaan we alles aan doen en dan zien we wel waar het schip strandt. Alleen soms moet je er ook van genieten, denk ik. Ja, je zei het vrijdag al, hè? Gewoon, wij kijken gewoon toch ook wel gewoon naar die plek 5. Nou ja, weet je, als je maar 1 punt achter staat en we moeten volgens mij nog 9 wedstrijden. Dat is wel een opgave, maar het is niet onmogelijk. En daar gaan we, zoals je ook vandaag hebt gezien, proberen elke wedstrijd voor te spelen. En dan zien we het wel. Ja, dan stond Bram Nuitink zomaar aan het begin van deze wedstrijd. Dat had hij zelf ook niet helemaal verwacht. Alhoewel, maar ja, het zat er een beetje aan te komen. Dat had te maken dat Kelvin Verdonk vader is geworden. Nou ja, laat de trainer het even uitleggen. Ik had eigenlijk verwacht dat Kelvin zaterdag weer zou kunnen trainen. Nou ja, dat lukte gewoon niet met hem thuis. Dus toen hebben we besloten dat hij gewoon thuis zou blijven. Ja, toen ben ik met Bram gaan zitten van, ja, hoe zie jij het voor je? Nou goed, en uiteindelijk zei hij, ik voel me eigenlijk fitter dan voor Cambuur. Nou, dus dan was het ook geen probleem. En zo kom je samen tot een oplossing. Ik heb 2 keer meegetraind, maar ik voel me wel echt goed. Hè. Ik voel me een stuk beter dan 2 weken terug. En dat heb ik ook tegen de trainer gezegd. Ik zei van laat me gewoon spelen. Ik voel me echt goed en geloof me, dat komt helemaal goed. En gelukkig zag je ook vandaag dat het gewoon prima ging. Dan hoorde ik je net ook bij de collega's iets over de gesprekken. Je bent op dit moment in gesprek met NEC gewoon alleen? Ja, dus alle speculaties die mogen er zijn. Maar ik heb op dit moment alleen met NEC gesproken en dat is ook het eerste wat ik doe. En vanuit dat gesprek zullen we kijken wat de toekomst is voor ons samen. Ja, maar dat betekent niet gelijk nee, ik wil ergens anders kijken als je wil praten, lijkt mij. Nee, maar dat heb ik ook nog nooit gezegd. Ik heb daar verder sowieso nog niet over gezegd. Ik snap wel dat als je niet zoveel zegt, dat heel veel dingen ingevuld worden. Maar meestal als je iets zegt, wordt het ook ingevuld, dus het maakt niet zoveel uit. Ik praat met NEC en van daaruit kijken we samen verder. En als er duidelijkheid over is, dan breng ik dat naar buiten.
Nou, dat was hem dan weer. De NEC-update na de wedstrijd tegen Heerenveen. We zijn er snel weer. Maandagavond zijn we er bijvoorbeeld weer met de NEC-update live. Dan kun je tussen 9 en 10 weer op RN7 luisteren en meekijken. Gaan we het een uur lang hebben over NEC met onder andere in de studio Remco Bisentini. En volgende week zijn we natuurlijk weer met een nieuwe NEC-update. Dan richting de wedstrijd van aanstaande zondag. Want dan spelen we uit bij FC Utrecht. Ik zeg graag tot de volgende. Yeah!